president Chandrika Prasad Santokhi die heeft er aangekondigd dat er drastische maatregelen getroffen zullen worden om grondroof tegen te gaan. In het geval van het woningbouwproject Sabaku in Paramaribo Noord zijn er na ingrijpen 140 percelen vrijgekomen. Die gaan dus nu naar mensen die het heel hard nodig hebben, zegt de president. Ook in het geval van Sabaku waren er presidentiële besluiten nodig om zaken ongedaan te krijgen en of te blokkeren. Cedric van Samson, die is een vurige pleiter geweest voor toekenning van percelen van het Sabaku-project aan mensen uit strategische groepen, leerkrachten, politieagenten en mensen uit of het zorgpersoneel. En hij blijft er nog steeds daarbij. We spraken met hem hierover, over de drastische maatregelen die er getroffen zullen worden om grondroof tegen te gaan. U hoort parlementariër Cedric van Samson. Nou, dat zegt dat er een kans is voor de president om het toch nog in goede banen te leiden. Kijk, meneer Ganesh, toen er gesproken werd over Sabaku Village, kan ik me nog herinneren, mijn collega's Ramsey Kool en Shangrui Wang waren er samen naartoe. En we hebben toen, we keken eerst naar het project Dalian project en daar tegenover had je het Sabaku project. Het gaat om een project met geasfalteerde wegen. Voorzieningen als elektriciteit en watervoorziening, die zijn er al in het project. Dus liever geef je dat project daar aan mensen die in staat zijn om te bouwen. Het was sinds toen al aan de president aanbevolen om die brain drain daarmee tegen te gaan. Daarmee bedoel ik, walamala saptak leerkracht egwe, verpleegkundige egwe, skoutu egwe. En de beroepen dat die is zorgen voor een bepaalde standaard in de samenleving. Kijk, er is een internationale veiligheidsindex over hoe veilig je land is. Er is ook een internationale index over je onderwijs en over je volksgezondheid. Wel nu, hoe sapt de groep dat ik wil uit Suriname om het beter te hebben? Wat is er beter dat je kan doen dan om die mensen, die, ik zal bijna zeggen strategische groepen, een zekerheid te bieden om hun profession door te blijven beoefenen in Suriname? Dat want dat ik, like van Sabaku project de dappe, 140 percelen de vrij. Mijn AXA-president, pres, deel die 140 door 3. Toch? Kijk, als je die 3 groepen daar kan geven. Geef politieagenten, geef leerkrachten, geef de verpleegkundigen. Niet dat ik zeg dat die anderen niet moeten krijgen. Maar we moeten nu werken met wat kunnen we doen voor die groepen die een grotere bijdrage leveren aan die samenleving, maar ondergewaardeerd zijn. En we hebben al gezien dat met loonsverhogingen het verkeerd loopt. Want loonsverhogingen gaan voor de hele linie. Ook voor de spookambtenaren die niet werken. Dus wat bereik je daarmee? Ik had al aangegeven, laten we een specifieke loonreeks hebben voor de mensen in de gezondheidszorg, de mensen in de veiligheid en de mensen in het onderwijs. Omdat dat belangrijke pijlers zijn voor jouw economie, jouw land. Maar als we het gefaald hebben om het te kunnen doen qua beloningsstructuur, dan vind ik wel dat de regering prioriteit moet stellen en wel een beloningsstructuur moet hanteren naar die groepen die je wil behouden in Suriname. En daarom heb ik gezegd, president, u heeft nu weer de kans. Laat deze 140, haal desnoods 20 eruit om het aan andere mensen te geven. Dan laat 20, dan deel je dat door 3. Dan praat je over 40. Je kan 40 leerkrachten geven, 40 politieagenten en 40 verpleegkundigen. Dan weet je dat je die 3 doelgroepen strategisch goed geregeld hebt. Ook al is het niet voldoende, want je zal natuurlijk meer hebben, maar dan krijg je een middenstandsbuurt. Een buurt waar mensen werken die een inkomen hebben, een zekerheid hebben en ook een bepaalde carrière willen opbouwen. We moeten ophouden om grond te geven aan arme mensen die niet kunnen bouwen. Want een heleboel van die gronden rijden ons voorbij. Mensen gaan naar carcenters, trouwen igua pantoso, igua geldschieter. Omdat als je al arm bent en je niet een stabiliteit heb qua financiën. Ook al geef ik je onafhankelijkheidsplein, je gaat niet kunnen bouwen. We moeten ophouden om te denken dat wanneer je arme mensen een perceel geeft, dat ze een huis gaan kunnen bouwen. Een huis bouwen eist een bepaalde mate van financiële stabiliteit in je leven. Het is niet gemakkelijk, dus we moeten niet onszelf voor de gek houden van ai, we hebben arme mensen grond te geven, dus ook die poot is maar groen. Dus dan nakwa een bakkaplang. Ik bedoel, willen we een bakkaplang aan land hebben? Laten we de mensen die in staat zijn
te bouwen, laten we die mensen beginnen te geven. En ik ben van mening dat leerkrachten, verpleegkundigen en zeker politieagenten redelijk verdienen om in een goede buurt waar er al stromend water is, elektriciteitsvoorziening en geasfalteerde wegen, geef die mensen daar. Laat ze dan wonen in een omgeving waar men ziet van hé, toch lijkt scooter met Taiwan Boombeerti. Lijkt verpleegkundige met Taiwan Boombeerti. Lijkt onderwijzer met Taiwan Boombeerti. Daar hebben die mensen wat waardering om niet mee te gaan in die brain drain. Maar we zien dat de president meer dacht in termen van alleenstaande moeders en de mensen met een beperking. Dus kijk, ik zal op dat punt verschillen met de president. Omdat, wanneer gaat de alleenstaande moeder een huis kunnen bouwen? Is ze echt alleenstaand? Iemand met een beperking, we weten al, je bent aangewezen op wat je van de overheid kreeg. Wanneer gaat zo iemand kunnen bouwen? Laten we elkaar niet voor de gek houden. De regering moet ervoor zorgen dat ze voor die mensen op een andere manier, in een andere omgeving dat doen. Maar ik denk niet dat we Sabaku Village daarvoor moeten gebruiken. Ik verschil wat dat betreft helemaal van inzichten met de president. Ik heb hem dat ook gezegd. Overigens, ik heb hem dat ook gezegd van president. Doe dat liever niet. Want de mensen met een beperking kan je altijd opvangen op een andere manier. Om iemand met een beperking een huis te gaan geven in een omgeving waar er niemand is om die persoon te assisteren. Heb je ook niets gedaan, want Sabaku Village is niet vlak hier. Snapt u? Dus ik denk voor die specifieke doelgroep, alleenstaande moeders, dat men moet uitkijken naar iets waar de mensen wel in staat zullen zijn om te betalen. Als je iemand met een beperking het nu geeft, gaat die persoon niet kunnen bouwen, want je krijgt 800 SRD en nog een uitkering van 750, je komt op 3800 met alles erbij. Hoe ga je bouwen? Wie gaat voor je bouwen? De overheid moet bouwen voor deze mensen, maar ik ben geen voorstander van om het Sabaku Village daar te gaan geven aan mensen met een beperking en alleenstaande moeders. Het gaat niet tot zijn doel komen, omdat de mensen in deze uitdagende tijd de middelen daarvoor niet zullen hebben. En ik zei u net, heer Van Samson, dat de slos van Sabaku, daar zijn er reeds 140 percelen vrijgekomen, maar nu zullen er drastische maatregelen getroffen worden om grondroof tegen te gaan. Eén voorbeeld is bijvoorbeeld percelen waarvan het recht op erfpacht of grondhuur vervalt, mogen niet meer overgedragen worden aan personen buiten de rechthebbenden. Dat is waarvoor ik heb gevochten hier bij grondconversie. En toen ik erover sprak, had je een heleboel mensen die niet eens een vierkante meter schoon hebben gemaakt met een houwer, die hun mond hier kwamen pieren om petities in te dienen. Nooit hebben hun voorouders gewerkt om hier bos weg te halen. Ze weten niet wat het is om te lijden voor ontwikkeling. Mijn voorouders hebben geleden in slavernij. Alles wat hier mooi is, is door slavernij gebeurd. Alle opengestoten bos is niet met machines van Baitali, is met slavenhanden gedaan. Sabaku Village, waar mensen nu percelen hebben gehad, die ontwatering die daar loopt, al die kanalen zijn met slavenhanden gegraven. Maar de nakomelingen van de slaven hebben geen grondrechten. Saramaka, Kamerwijnen, Nikeri, Wanika zijn allemaal tot ontwikkeling gebracht door de nazaten van de contractarbeiders. Zoals aan de Sumatraweg daar, de Javaanse mensen die daar wonen. Generaties hebben die mensen die grond. De grondaf is maar in familie. Grondconversie zou ervoor zorgen dat die gronden die mensen hebben, van titel zouden kunnen gaan van grondhuur naar eigendom voor die mensen. Zodat het behouden blijft voor die mensen. Maar aangezien we gemerkt hebben dat mensen die wiens voorouders niet geleden hebben in slavernij, in contractarbeid, niets hebben gedaan om hier die hele kustvlakte te ontwikkelen. Maar ze komen wel wonen in die kustvlakte. Je komt wel occuperen in die kustvlakte. Maar jouw voorouders hebben niet geleden om die ontwikkeling te brengen hier. Waar jouw voorouders naartoe zijn gevlucht, daar zoek je grondrechten. Daar wil je FPIC. Daar mag niemand komen zonder dat jij iets te zeggen hebt. En dat is die takroati die je proeft hierin. Bij dat van grondconversie hadden de mensen moeten begrijpen dat het gaat om grondrechten voor de mensen die hebben geleden in slavernij en contractarbeid. Maar omdat bij bepaalde mensen de visie is van uno bigisma en no libisma. Zo komt het over toch? If you bigisma bij de contractarbeider, you bigisma en no libisma. Je hebt geen grondrecht. En dat is verkeerd. Daarom zeg ik, de eerste stap is genomen om die grondhuurtitel, ook al is het vervallen, het gaat niet naar iemand buiten de familie, is een eerste goede stap. Want ik vind dat net zoals het is voor anderen, dat hun gebied waar hun voorouders hebben gewoond, zij te zeggen zullen hebben, al is het nou met FPIC of met wat dan ook, laat dat ook gelden voor de gebieden waar andere mensen hun voorouders hebben gewoond.
En we zien dat een ander probleem is bij de groep personen die grond hebben gekocht, maar het overdragen zeer problematisch of is of niet gebeurd. Want dit zit vast bij de notarissen. Want de notarissen die wachten op toestemming van de GBB. En daar duurde het allemaal te lang vanwege het bureaucratische ramslam. Al dit soort zaken waren opgenomen in grondconversie. Maar je hebt mensen gehad die totaal geen belang erbij hebben. Hun voorouders hebben niets meegemaakt. En die begrepen daarom niet dat dit ook geregeld moest worden. Overdracht van percelen, toch verlenging en dat soort dingen. Hoeven niet zo lang te duren. Daarom hadden we die wet grondconversie hier. Ik ben nu blij dat de president via wetgeving heeft ingezien dat hij wel kan converteren voor mensen. En mijn mening is dat mensen wiens voorouders hebben gewoond daar tot ontwikkeling hebben gebracht, met bloed, zweet en hun leven hebben betaald, dat hun nageslag recht moet hebben op die beterschap. Het kan niet zo zijn dat we dat willen hanteren voor de tribale volkeren, maar de andere mensen wiens voorouders hebben geleden om dit land tot ontwikkeling te brengen, die mogen geen recht hebben op waar hun voorouders hebben gewoond. Ik vind zelf, als je weet dat jouw voorouders daar niet hebben gewoond, moet je geen grond daar aanvragen. Want je vecht voor grondrechten toch? Dan moet je geen grond aanvragen in gebieden waar jouw voorouders niet hebben gewoond. Maar doe kort kruto naar Leti, cadensie bij takelatie van uitzending, attack in potjus refi in asma positie. Potjus refi in a positie. If pe you bigisma etang, you want grondrechten. Dan zei de je actie grond petrasma bigisma betang. Ja, dat is luku efa boofi toch? Efa no fit boofi, zei de je fetif dati voor abdat voor jus refi. Maar you wel want go tam petrasma bigisma kring. Doe alles aan en dat is een vraag aan voor kiezen. Dus laten we eerlijk zijn, als het geldt voor de ene persoon dat wat in de geschiedenis al van de mensen was, waarom mag dat niet zijn voor de anderen, waar zij hun voorouders hebben gewoond? Heer Van Samson, maar drastische maatregelen om grondroof tegen te gaan klinkt wel als muziek in de oren, maar waarvoor moeten we toch wel gaan waken? De realiteit is, als we drastische grondroof tegen willen gaan, dan moet die wet grondconversie hier binnenkomen en moeten die wet aannemen. Waarom? Omdat je dan niemand gaat dan meer iemand anders grond kunnen nemen. En daarom zie je wie die partijen waren die tegen grondconversie waren. En nu horen ze opvallend niets zeggen. Een paar stonden wel als Judas daar. Eigenlijk want toen begin Judas de betnap dat je die desma kon die ding, die petitie in. Jud stemt tegen grondconversie, maar ik snap ik want begin Judas. Verkiezing nader. Ja, verkiezing nader toch. Dus daar ben ik benieuwd hoe je die mensen gaat gaan uitleggen dat je tegen grondconversie was. Voor als mannen ben je een probleem. Met grondconversie heb je dat hele ding opgelost. Daar heb je geen enkel romslam meer. Want nog een keer, grondconversie is niet voor mensen die nu een stukje grond gaan aanvragen om het te converteren. Nee. Het moet al in beheer zijn bij jou. Het moet al tot ontwikkeling zijn gebracht. Je moet beterschap hebben gebracht aan het terrein. Dan heb je recht op die beterschap. Maar sommige mensen dachten, mensen gaan nu grond aanvragen en het tot eigendom maken. Dat kan niet. Dus daarom zeg ik, willen we grondroof stoppen? Dat want tak abedef, meneer Mahangu en pa, maar meneer Mahangu pano demoro en misap tak 40 jaar op sa, maar meneer Mahangu ne let op zo, dus dat moet kraben teki. If agotap grondconversie, dat ik kon direct voor Mahangu pago met amamboy. Dat inap noa enkri jugu jugu moro. En daartegen hebben mensen hier gevochten. En dan nu komen ze als vrolijke Judas hier staan, met wanneer een petitie wordt ingediend over grondroof. Maar door te vechten tegen grondconversie, hebben zij meegewerkt aan deze grondroof. Dus het moet weer gauw op de rol. Die wet moet aangenomen worden. We moeten bij wet dat die regelen, dat beterschap die is verworven uit de arbeid die is verzet op het terrein, dat die beterschap die persoon toekomt. Netjes gezegd, if na you grand pakrima grond dat je pot koud tapping, you no kan mop of hot en tot kon vraag a grond aan. Dat na sa grondconversie bo city. Maar om dat bepaalde sma in a vergaderzaal is de van mening dat de trasma bigisma en libisma met de nobe want ik grondconversie aan. Maar de feit wel, je de rechter voor den bigisma. Maar hoe klinkt dat woord grondroof bij u in de oren? Dus wanneer je gestructureerd weet dat iets van iemand is. Wat heb je roof van gezin? Dat alles maar heb je vrede. Ja, en dat vrede, in vrede. Omdat die opa gaat aan dappen. Die opa krima her gronanga kou. Na opa sweti gaat dappen. Alles af opa gaat dappen. Ama poten her libi gaat dappen. Roko nanga em chingram chingkri alasan. Kwe kiprani. Dat alle beterschap dat sa a familie poti. You want teki is roof ya.
is roof en allerlei afkwartzakken die werken mee in de assandici. Daarom, ik ben heel ingenomen met wat de president heeft gezegd. Laat die grondinspecteurs zijn allemaal, het maakt niet uit domein waar je... Alle handtekeningen die zijn op het stuk, moeten zich verantwoorden voor die handtekening. En als je de bak in moet, dan mis dat zijn morelogie. Maar dan houdt het een keertje op.